Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 22 april. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben net klaargemaakt. Gisteren de persconferentie gehad. Zoals ik eigenlijk al verwachtte, weinig veranderingen. Hè? Alles verlengd tot 20 mei. Ik heb weer een traanoog trouwens. Alleen de kinderen mogen mee naar school. Wat ik heel bijzonder vond is dat het ineens allemaal al bekend was voordat de persconferentie überhaupt plaatsvond. Want nu had het al staan en ik las het ineens al op internet dat de kinderen weer naar school toe mochten. Dat ik dacht van, en de persconferentie dan? Maar goed, het was dus allemaal al bekend. Ik vind het wel heel gek, want eigenlijk zeiden ze, iedereen kan het krijgen. Ik denk dus niet als je jonger bent, kan het niet krijgen. En nu ineens zijn kinderen er minder vatbaar voor. Vind ik heel bijzonder, maar ik denk vooral dat de scholen toen zijn dichtgegaan omdat de leraren zich daar tegen verzet hebben. Want die zeiden van ja, maar als die mensen hier mogen werken, waarom wij dan wel? Ik ben wel heel benieuwd hoe dat zich gaat vormen, want ja, ze willen het natuurlijk in dagdelen gaan doen. Dus ja, eigenlijk volledig onderwijs krijgen ze natuurlijk nog steeds niet. En het is natuurlijk wel een goed beginstapje. Maar ik ben wel heel benieuwd of het allemaal wel gaat werken. En of nu niet de mensen die ziek worden toch uiteindelijk weer gaan oplopen door deze stap. Je hoopt natuurlijk van niet. Maar ja, ik vraag het me echt af. Voor de rest eigenlijk weinig bijzonderheden. Ik geloof wel dat ze nu wat makkelijker zijn met op bezoek gaan bij ouderen. Volgens mij in tehuizen mag het nog steeds niet. Maar dat je nu ook echt met een vast aantal mensen moet zijn om je mantelverzorging te verlenen. Zoals mijn moeder bijvoorbeeld doet bij mijn oma. En mijn oom doet dat ook. Die doen het dan 2 keer in de week samen met mijn tante. En mijn moeder doet het de rest van de week. Dus dat is natuurlijk allemaal eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde gebleven. Maar ook echt niet met meer mensen erbij. En dat deden wij sowieso al niet. Want de kleinkinderen die kwamen sowieso al niet meer bij mijn oma. Want Nathalie had daar heel veel moeite mee, maar die is ook echt bewust niet meegegaan. Die wilde heel graag weer een keer ook naar oma toe, maar ze heeft het bewust niet gedaan. Omdat ze echt zegt van, ja, mocht ik wel iets hebben, dan steek ik oma aan en oma is risicogroep. Terwijl ze daar wel heel veel moeite mee heeft hoor, dat vindt ze echt heel lastig. Dat snap ik ook wel. Maar goed, dat was natuurlijk de persconferentie. Gisteravond heb ik gekeken naar Bevallen met Bobby. Dat is een programma op TLC. Daar gaat Bobby Eden, die mag bevallingen bijwonen. Ja, ik snap niet dat mensen daarvoor kiezen om mee te doen aan zo'n programma en dan maar op tv te bevallen. Ik zou dat een heel intiem moment vinden. Als ik in zo'n positie zou zijn dat ik een kind zou mogen krijgen, zou ik niet eens willen dat ouders erbij zouden zijn. Dan zou ik het alleen willen doen met de partner en gewoon het personeel natuurlijk wat erbij hoort te zijn. Maar hier gewoon, er staat gewoon een hele cameraploeg op. Dit was ook een natuurlijke bevalling, maar ook een keizersnede. En dat vind ik wel echt heel vies. Ik vind het heel, ja, het klinkt heel raar, maar ik hou sowieso al niet van operaties. En een keizersnee is natuurlijk een operatie. Dus ik had echt zoiets van, oké, hier ga ik even wegkijken. Want dit vind ik gewoon niet prettig om te zien. Want ja, je ziet toch al heel veel bloed en zo. Dat vond ik echt niet prettig. Dus dat kijk ik dan niet naar. Ik vond verder is het wel een mooi programma. En ik denk ook dat je heel veel verschillende vrouwen hebt. Zoals deze vrouw, die gilde eigenlijk bijna niet bij de gewone bevalling. Dat was eigenlijk vrij rustig. En ik weet nog wel, je vroeger, zo lang geleden, had je op SBS6, dat was op zondagavond, bevallingsverhalen. En mijn moeder die deed dat altijd. En dan keek ik soms wel eens mee, maar als dan die bevalling begon, dan ging ik gelijk zo van, oh nee, dit vind ik vies, ik ga wegkijken. Maar toen was ik ook echt nog heel erg jong hoor. Dus, maar dat was wel mooi. Daarna heb ik de Datebos gekeken. Dat was ook wel heel grappig. Ik merk wel, dit was ook een jongen met autisme. En daarom kon je het heel erg merken dat hij dus wat had. En dan kijk je naar mezelf, omdat ik natuurlijk ook de diagnose, het autisme heb gekregen. Dan voel ik me zo anders. Dan voel ik me eigenlijk heel normaal. En niet dat mensen met autisme niet normaal zijn. Maar ik weet niet of deze een zwaardere vorm hebben. Of dat het bij, ze zeggen ook dat het bij mannen anders uit als bij vrouwen. Want bij mannen is het ook makkelijker vast te stellen als bij vrouwen. Want de
zeg maar, de boekjes die er nu zijn, die zijn vooral gericht op mannen en niet op vrouwen. En dat is eigenlijk best wel heel erg gek, omdat waarschijnlijk is dat het bij vrouwen gewoon en moeilijk is vast te stellen en gewoon heel anders werkt als bij mannen. Nou, dat merk je dan in zo'n programma. Die jongen was helemaal blij met een 45 kilometer autootje en helemaal happy. En nou, ik ging hier een ritje maken samen met dat meisje. En gingen ze bonbons maken, wat er overigens heel vies uitzag. Want ze gingen steeds met hun vingers gingen ze dan in die bonbons. En ze zaten ondertussen ook steeds hun vingers af te likken. En daarna gingen ze weer in die bonbons. En die nou lekker fris. Hè, met je eigen speeksel weer in die bonbons. En één meisje van vorige week kwam erin terug. En die had nu verkering. Dus helemaal blij. Dus ik ga eerst even mijn neus snuiten en dan kom ik bij jullie terug. Ik heb nog steeds last van mijn loopneus, dus ik moet hem redelijk vaak snuiten. Dus dat heb ik gekeken. Ik heb naar Gossip Girl gekeken en naar Rex. Dus dat was eigenlijk gewoon mijn avond. Ik heb de review van het haarmasker staat online. Ik heb wat foto's bewerkt, die zijn niet helemaal af. Maar dan kan ik dan, ja, misschien straks nog mee ver, maar het ligt er aan. Want ik ga straks boodschappen doen. Ik ga zo mijn woonkamer doen en daarna mijn vader belt als hij hier bijna is. Hij had vorige week al gezegd, kan zijn dat we woensdag komen en anders wordt het donderdag. Maar nu het weer mooie weer wordt, wil mijn vader ook graag wat meer gaan wandelen. Nu natuurlijk ook te horen gekregen dat de Nijmeegse Vierdaagse niet doorgaat. En mijn vader had zich daarvoor ingeschreven, die zou hij gaan lopen. Maar dat gaat nu niet door. Ze hebben nog wel een deel van het inschrijfgeld teruggekregen. Het was wel netjes, want eigenlijk was eerste instantie zo van, nou, dan ben je inschrijfgeld kwijt. En het is best wel een fors bedrag voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ze kregen nog wel een deel terug, dus dat was wel netjes. Ook omtrent het voetbal ben ik trouwens wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want we mogen natuurlijk nu sowieso tot 1 september mag er niet gespeeld worden. Dus dat betekent ook dat we het deel van het nieuwe seizoen ook missen. Dat is niet een heel groot deel, maar we missen wel een stukje. En ik ben wel benieuwd hoe ze nu gaan aanpakken met eventuele kampioenschappen of dat het gewoon overslaat dit jaar. Kijk, ze mogen sowieso geen kampioensfeestje vieren. Alleen, ik vond het ook wel raar dat de KNVB heel lang erover heeft gedaan om überhaupt te beslissen. Ze hebben het heel erg van het kabinet laten afhangen. Zelfs toen een paar clubs aangaven, we willen eigenlijk niet meer doorspelen dit seizoen. We willen het ook niet meer afmaken. Dat ze toen zeiden van, ja, nou, dan doen jullie maar gewoon niet mee. Ja, dat vond ik echt belachelijk. Want ik denk dat je als club zijnde ook daar over wat mag zeggen. Want als je het niet ziet zitten, ja, dan zie je het niet zitten. En het is logisch, want je kunt niet met 22 man op 1,5 meter spelen. Dus, nou goed, dat is gewoon allemaal afwachten. Ik ga nu even muziekje aanzetten, ga ik mijn woonkamer doen. En dan ga ik jullie er gewoon bij zetten. En dan ga ik straks even mijn boodschapjes doen. De woonkamer is klaar. Er is hier van alles gaande, want ik hoor allemaal sirenes buiten. De laatste dagen is dat sowieso wat meer. Vorige week had ik het een keer, volgens mij die week ervoor ook al, die 2 weken daarvoor. Dus het gaat allemaal een beetje hard. Ik zit hier met een miauwende tijger, want die wil eten, maar het is nog geen etenstijd. Nee, nog lang niet. Gaan we brokjes eten? Er staan heel veel brokjes. De brokjes zijn nu natuurlijk niet goed genoeg. Ik ga even oud papier verzamelen. Net even wat post klaargemaakt die de deur uit moet. Hoop ik alleen dat ik een brievenbus kan vinden, want het PostNL-punt is hier verplaatst. Dus ik weet niet of ik een brievenbus ga tegenkomen, maar ik denk het wel. Dus dat even, ja, even denken. Misschien nog even brochureren, maar dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan ook gewoon even foto's gaan afmaken, dat is misschien ook wel even een goed idee. Verder niet zo heel veel wat ik moet doen. Meer. Ik hoor van alle buiten. En ja.
Ik ben nu in ieder geval aan het wachten totdat mijn vader hebt. Maar ik weet niet hoe laat het wordt, dus ik ga sowieso maar even oud papier verzamelen en dan denk ik nog even wat relaxen of zo. Ik hoop wel lekker wat foto's zouden maken. Ik heb niet zo heel veel zin om te knutselen nu. Ik weet niet. Soms heb je dat. Ik ga maar even de oud papier in ieder geval doen. Zo, ik ben weer thuis. De boodschapjes zijn binnen. Ik heb even de vlogfoto's afgemaakt. En nu ben ik net terug. Ik ga zo even de boodschap opruimen. Ik zal jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Ik moest toch wel lachen bij de Lidl. Bij Lidl heb je zo'n app. En dan kun je dus af en toe wat dingetjes met korting. En mijn vader die wou dat wel. Dus zijn vriendin was ook mee. En we hadden gewoon netjes alle drie een karretje met afstand. Ze komen bij de kassa en zegt het meisje. Ja, zijn dat je ouders? Of ben je gezellig met je ouders boodschap aan het doen? Dus ik zei zomaar, ja, ik denk, ik ga niet helemaal uitleggen, het is mijn moeder niet, weet je. Dat vind ik altijd zo'n heel gedoe. Ik denk, het zal wel. Zij zei, ja, dat mijn ouders, dat ze er nog wel jong uitzagen. Ik moest wel lachen, ja, zegt mijn vader, ze bedoelt mij, want jij bent haar moeder niet. Toen zegt ze, ja, hoe oud ben je eigenlijk? Ik zei, ik ben 28. Oh, zegt ze. Nou, dat was heel grappig en dan moest ik eventjes dat scannen, zeg maar, dat we die korting kregen. Want ze hadden krieltjes, die was nu met korting en satésaus. Ik zal jullie even de boodschapjes laten zien. Ik heb het in een doosje zitten, want ik was vergeten mijn tas te legen. Ik heb ei. Ik heb een pak chocomel. Oh, hoe ga ik dit? Het is niet zo handig. Ik heb even check gehaald. Ik heb washandjes gekocht. Ik had bij de Plus gespaard, maar dat gold niet op de washandjes de spaarkaart. Maar die kostte dan gewoon voor 4-3 euro. Dus dat vond ik prima, want mijn washandjes zijn er vervanging toe. En dan daarna, ik wilde de handdoeken, maar die waren nu niet de kleur die ik wilde. Want ik wilde heel graag wit, omdat ik gekleurd eigenlijk wel genoeg heb. Niet zoals voor vrijdag. Ik heb even een zakje aardappelschijfjes. Een zakje. Wat heb ik hier? Ik heb nog champignonnetjes. Ik heb hier nog een zakje met maaibonen voor maandag. En gewone bonen. Dat was het ook eigenlijk al wel. Alles valt eruit. Met kruid heb ik nog twee mascara's gekocht. En toen was ik eigenlijk wel een beetje door verbaasd. Dat was 1 plus 1 gratis. En ik wilde deze heel graag proberen. Dit was een nieuwe van Maybelline. Die zag ik laatst bij iemand in een video. En die zag er echt heel goed uit. Omdat het nu 1 plus 1 was. En toen kwam ik bij de kassa. En deze. De Lekkers Black. De Great Lashes. Die is al heel oud. En toen moet ik maar 12,50 afrekenen. Maar deze zijn ook heel handig voor onderste wimpers. Dus die ga ik ook weer even testen. Dus dat waren even de boodschapjes. Ik ga het even opruimen. Dan ga ik douchen. Dan ga ik straks eten. Vanavond kijk ik denk ik Steenrijkstraat, Arm en Hart in Actie. Want je hebt verder niet zo heel veel. En Rex en weer Gossip Girl. Dus dat wordt mijn avond verder niet heel bijzonder. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Morgen heb ik om 1:30 weer therapie sessie. Dus dat heb ik dan weer via de computer. Dus dat is morgen. Maar nu ga ik eventjes opruimen. En ja, even lekker douchen en zo. Dus ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 23 april en ik ben klaarmaakt. Ik zou om 1:30 gaan videobellen. Dat wordt nu 3 uur. Ze belde mij op dat ze eigenlijk eventjes een afspraak tussendoor had of het 3 uur kon. Ze wilde het eigenlijk om 1 uur, maar ik heb die mail niet eerder gehad. Dus dat, daar heb ik overheen gekeken. Dus dat was niet gelukt. Maar 3 uur kon ook. Dus alleen even kijken of mijn coach kan aansluiten bij het videogesprek. Want die heeft om 2:30 al een belafspraak. En ja, dat kun je ook niet meer wijzigen. Ik zit hier gezellig met Tijger op de bank. Die zit hier verscholen achter mij. Mickey was me net allemaal popjes aan het geven. Haar telefoon aan het knuffelen. Dus dat was ook gezellig. Gisteravond heb ik gekeken naar Steenrijkstraat Arm. Was wel een herhaling, maar had ik ook verwacht. Want het seizoen was over. En ja, we zitten nu eenmaal in de herhalingenflow. Ik vind het in de zomer vaak al een beetje vervelend. Maar ja, dat zal nu gewoon het begin vroeger en het zal langer door blijven gaan. Omdat, ja, we in deze situatie zitten en ze geen nieuwe content kunnen maken op het moment. En ja, de televisiemakers doen er natuurlijk gewoon hun best om wel content uit te blijven zenden. Maar ja, dat mondt zich wel uit in herhalingen. En daarna heb ik Hart in Actie gekeken en dat is dan wel nieuw. Want het staat nu heel erg in het teken ook van corona. Hè? Mensen die ze gaan helpen die... ja, die gewoon net even een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dus wat ik heel mooi vond was bij een verzorgingshuis. Die mevrouw die merkte dat die mensen heel eenzaam zijn. Nou ja, dat zal ieder oudere persoon nu merken. En ik denk niet alleen de ouderen, zelfs jongeren zijn heel erg eenzaam.
Maar goed, dit draaide dus echt om de ouderen. En dan hadden ze een soort huisje geplaatst met een wand ertussen. Dat de ouderen wel hun mensen konden blijven zien, hun familie. Dus dat was wel heel mooi gedaan. Maar dat zou in eerste instantie voor 1 maand kunnen. Maar er was dus een bedrijf die had een donatie gedaan van 2500 euro. En hierdoor kon dat huisje dus 3 maanden blijven staan. Ja, na die 3 maanden is het natuurlijk wel klaar. Want ik denk niet dat ze zelf het geld hebben om dat erin te steken om het te langer te kunnen huren. Want ja, je huurt zoiets en het is natuurlijk allemaal al duur zat. Dus dat was wel mooi en ja, dat soort dingetjes. Daarna heb ik Gossip Girl gekeken en Rex. Ik heb de vlog ingepland. Ik heb een artikel online gezet. Alvast al begonnen met wat foto's, maar maak ik vanavond af met bewerken. Dus dat eigenlijk. Ja, ik ga zomaar even strijken, want ik had 2 keuzes. Video opnemen of strijken, maar ik ga morgen een video doen. Dan heb ik er gewoon even alle tijd voor, want dat vind ik wel belangrijk om goed de tijd voor te hebben. Dan ga ik nu even strijken. Niet dat ik heel veel strijken heb, maar ik heb wel wat dingen liggen. En ik ben wel iemand die het een beetje op laat lopen, omdat ik niet voor één kledingstuk strijkbout warm wil laten worden. En vroeger, toen strijk ik ook altijd mijn beddengoed. Maar toen had ik beddengoed van Wora. Maar dat heeft mijn ex op een gegeven moment allemaal meegenomen. Toen we uit elkaar waren. En toen heb ik zelf gewoon allemaal nieuw beddengoed gekocht. En ja, ik doe het nu niet meer. Ik strijk het niet meer. Eigenlijk weet ik zelf ook niet waarom. Want ik heb echt wel kreukelbare dingen ertussen zitten. Hè. Dus ik heb nu een dekbed overgetrekt erop liggen. Het is van de HEMA. Dat is wit. En dat kreukt als een malle. Maar ja, ik heb nu ook zoiets, weet je, ik ben de enige die het ziet. Ik slaap er alleen onder. Er komt niemand in mijn slaapkamer. Dus ja, weet je, moet ik het voor mezelf dan gaan strijken? Aan de ene kant geeft het me een goed gevoel. Aan de andere kant denk ik, ja, zoek het uit. Ik doe het gewoon niet. Misschien dat ik het toch weer moet oppakken. Ik ben er nog niet over uit. En als ik dan klaar ben met videobellen, denk ik nog even bullet journalen. Dan ga ik daar nu gewoon even aan beginnen. Ga ik even stofzuigen. Ik heb verder eigenlijk toch niet heel veel te vertellen. Dat ga ik eventjes doen en dan ga ik even strijken. En dan ga ik jullie bijzitten en dan kijken we even of ik het afkrijg. Want om 3 uur dan videobellen. Dus we gaan gewoon even kijken hoe ver we komen. Is inmiddels leeg. Het strijken ging ook niet hiervan het, want de strijkbout die heeft het begeven. Op een gegeven moment bleef hij al niet meer warm en ik vond het heel gek en er kwam ook niet echt meer stoom vanaf. Maar die is gewoon aan het einde van zijn latijn. Hij is ook al wel 1 jaartje of 7, dus ik denk dat het op zich, ja, ik weet niet of het oud is voor strijkplank of dat het, of strijkplank, ja hoor, strijkbout, of dat het eigenlijk redelijk normaal is. Ik heb eigenlijk geen idee, maar in ieder geval, hij ging niet heel erg lekker meer. Maar goed, ik heb mijn belafspraak gehad, dat was goed. Boekjes uit, moeten er nog 1 hoofdstukje, maar die zat niet in mijn boekje zelf. Maar die stuurt ze nog even per mail, die gaan we volgende week doen. Dan gaan we even kijken wat we daarna gaan doen. Ik heb nog even gebulletjeerd, nog maar niet heel erg lang. Dat hebben we net gegeten en
Ik ga even relaxen. Ik heb wel een andere vest aan. Mocht je het gezien hebben, ik had heel erg gezweet in dit trui. Ik heb even dit vest aan. Het is echt wel een heel erg lekker vest. Maar ik twijfel een beetje in welke was ik deze moet doen. Roze, gekleurd of zwart. Daar moet ik nog even over nadenken. Maar ik vind het wel, ik heb dit vest echt al heel lang. Ik heb er ook een broek bij. Die draag ik bijna nooit. Want het is echt zo'n joggingsbroek. Ik weet niet of ik die nog pas. Want ik denk dat die mijn meters te groot zit. Maar het is wel zo'n lekker vest in ieder geval. Dat ik ook heel lang niet aan gehad. Vanavond kijk ik naar Gestalkt en naar Meester Frank Visser. Hoe is het nu met? Ik neem even oogappels op en dan eventjes de tv-kantine. Want dan kan ik oogappels vanavond kijken. En Gossip Girl dan. Ik ga de foto's nog even bewerken. Straks lekker douchen en ik maak pizza. Dus op zich heb ik niet zo moeilijk eten. Dus dat is wel fijn. En ja, dat wordt een beetje mijn avond. Niet bijzonder, maar goed, dat zijn jullie gewend. Ik ben in ieder geval wel productief geweest. Ik ben alleen even heel erg van die strijkbout. Maar goed, dan moet ik maar even op zoek gaan naar een andere. Ik weet niet zo goed wat ik nu wil. Mijn strijkbout die kon zeg maar ook sprayen. Zodat je de foutjes weg kon halen. Maar dat deed hij ook al niet meer. Dus ik moet maar even gaan kijken wat ik ga doen. Goed, het is niet dat ik heel vaak strijk. En nu was het maar goed dat ik geen beddengoed hoefde te strijken. Want dat had hij dus niet overleefd. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. En... even lekker relaxen, dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 24 april. Ik ben klaargemaakt. Welkom bij dit pluizende haar. Oh, ik zit hier ziek in een klitje. Die moet ik zo even moeten uitkomen. Mijn haar klit zo snel. Vandaag op de planning. Eigenlijk het allerbelangrijkste is rond en eventjes mijn voeten raspen. Want die doen weer gigantisch veel pijn door al het eelt. Dus die ga ik even weer veilen. Ik ga de video opnemen voor morgen en daarna ga ik gewoon even bullet journalen en even stofzuigen. Dus het is verder niet een hele spannende planning vandaag. Gisteren heb ik gekeken naar Gestalkt. Dat was ook weer zo'n aparte zaak. Het was een man en een vrouw die zeiden op een gegeven moment hadden ze elkaar ontmoet, ze vonden elkaar leuk. Nou, volgens mij getrouwd op een gegeven moment of dat niet eens. Kindje gekregen, maar het huwelijk ging eigenlijk op een gegeven moment niet meer. Dus op een gegeven moment hebben ze besloten om te gaan scheiden. Ze hadden samen een huis. Hun hebben het huis verkocht. Zij heeft een nieuw huis teruggekocht. En die man ging terug naar zijn ouders. Maar hij had nog wel heel haar helpen klussen in dat nieuwe huis. En hij heeft op een gegeven moment heeft hij heel erg de hoop gekoesterd dat ze weer... dat er toch nog een kans voor hem was. Nou, dat heeft ze toen duidelijk gemaakt van die is er niet. Meer gaat het gewoon niet worden. Ik wil gewoon een goede overeenkomst voor onze dochter. Maar meer wordt het niet. Nou, op een gegeven moment leek die man zich daar wel bij neergelegd te hebben. En hij was ook weer een beetje aan het daten. En dus voor haar was eigenlijk een teken van... goh, ik kan me eigenlijk ook wel op een datingsite gaan begeven. Want als hij door is gegaan met zijn leven... voor haar was dat eigenlijk al zo... Dat heeft ze gedaan. Toen heeft ze eerst met een man gedate. En die was toen een keer blijven slapen. Toen waren de volgende dag toen hij wilde vertrekken zijn banden lek gestoken. Waarop hij eigenlijk direct het contact verbroken heeft. Op een gegeven moment leerde ze een andere man kennen. Dat zou een zakenman zijn. Die zou veel in het buitenland zitten. En ze appte uren. Maar eigenlijk... ontmoeten kwam er maar niet van, want hij had elke keer een smoes waarom hij dus niet kon komen. Want dan zat hij weer in het buitenland en dan weer wat anders. Nou, op een gegeven moment ging het ook een beetje verder. Hebben ze ook bepaalde foto's op seksueel gebied met elkaar gedeeld met elkaar. Alleen, zij had er steeds wel een beetje een gek gevoel bij. Want hij zei van ja, ik zit in Seattle en... toen heeft zij gezegd van, goh, bewijs maar dat je daar zit. Dus wat bleek, toen had hij dus van een andere telefoon een foto van Seattle opgezocht. En daar zijn vingers voor gehouden. Want ze had gezegd van, hou je vingers maar voor het uitzicht, dan weet ik dat het echt is. Dus dat klopte voor haar gevoel al niet. Dus op een gegeven moment heeft ze ook eigenlijk het contact verbroken. Omdat ze het gewoon niet leuk vond dat ze elkaar niet konden ontmoeten. Daar ging die man weer helemaal niet goed op. En... hij bleef haar appjes sturen, berichtjes en nou, van alles, bloemen bezorgen. Maar het handschrift was weer van haar ex, dat vond ze heel gek. Uiteindelijk bleek, heeft hij zelfs die naaktfoto's die zij heeft gestuurd op een porno-site gezet. Zelfs met een profielfoto met haar dochtertje erbij. Gewoon volledig gekleed natuurlijk, maar dan had ze gewoon een foto waar ze met haar dochtertje op stond. Die stond er ook op, daar was een filmpje van gemaakt.
Uiteindelijk bleek dus dat die man ook haar ex was. Die ex die kon haar dus niet loslaten, dus die heeft een andere gedaante aangenomen. Dus die zijn ze van het programma gestart gaan volgen. En toen bleek dat hij twee telefoons had. Dat zodra hij WhatsApp opende, ook ineens bij haar de twee vinkjes kwamen. Dus toen heeft Thijs hem geconfronteerd. Hij wilde eigenlijk niet veel zeggen, maar het heeft er wel in geresulteerd dat zij met rust gelaten werd. Dus dat was natuurlijk wel heel fijn. Nou heb ik meestal van Vissen gekeken. Dan ging ik weer even terug naar een aantal zaken. Dat is ook wel even leuk om te zien. Ik heb Gossip Girl gekeken en daarna heb ik naar Oogappels gekeken. En dat was ook heel leuk. Foto's zijn klaar voor het artikel voor vanavond. Dan zometeen even de video opnemen en dan kan ik die ook vanavond editen. Ik heb wel nog een leuk shirtje binnengekregen en die ga ik je eventjes laten zien. Die zal ik eventjes pakken. Ik heb hem even uitgepakt. Het is dit shirtje met Okay But First Café. Deze was nu 5 euro. Die vond ik wel heel erg leuk. Jij gaat er niet op. Ik ga hem eventjes weer eraf halen, want ze zit er al gelijk weer aan. Ik zag net op het zakje staan van het shirtje dat de shirtjes erg klein vallen, omdat je daarom dus een grotere maat ontvangt. Ik had S besteld en ik heb dus M gekregen. Ik zat ook heel erg te twijfelen tussen S en M. Ik wilde eigenlijk een M bestellen, maar nu is het wel goed dat ik een S heb gedaan. Want als ik een M had besteld, had ik dus een L'tje gekregen en die had ik sowieso niet... die had ik wel aangekund, maar die had me sowieso veel te groot gezeten. Maar het is wel grappig, want M was niet op voorraad. Anders had ik dus wel een M'tje genomen. Maar die was dus nu 5 euro. Die komt van de website Keer. Ja, dat kwam ik tegen op Facebook. Ik vond deze wel heel erg leuk. Dus de letters zitten er wel op. Dus je moet wel heel erg uitkijken met beschadigingen. Maar ik vind het wel een heel leuk shirtje. Ik ga nu eerst even mijn voeten raspen. Ik ga het shirtje even passen. En dan ga ik daarna even... de video doen er even stofzuigen. Dus ik zit hier bij Bullet Journal, dus hou er even bij. Zo, de video staat erop. Hij heeft wel echt heel veel tijd in beslag genomen. Dus ik ga nu nog even Bullet Journalen. Ik zou eigenlijk nog een telefonische afspraak hebben, maar dat was wat tussen gekomen. Dus dat is niet doorgegaan. Dus nu ga ik nog even Bullet Journalen. Eerst even video's opruimen. Mijn voeten zijn geraspt. Ik heb stofgezogen dus. Maar het heeft wel even wat meer tijd in beslag genomen. Ik heb een beetje last van mijn stem, want ik heb tussendoor niks gedronken. Dus dat heb ik net even gedaan. Dus nu ga ik even Bullet Journalen en dan zal ik jullie even bijzetten. Katten hebben gegeten. Ik heb opgeruimd. Ik ga zo even nog lekker relaxen. Straks even lekker douchen. Ik heb makkelijk eten, dat scheelt. Ik heb frietjes met schnitzel. Ik had gisteravond pizza gemaakt trouwens. Dus dat is wel relaxed. Ik ga straks ook even mijn nagellakken afhalen, want het is niet mooi meer. Ik heb hier vooral heel veel chips en hier deze is heel erg gechipt. Kun je hem scherp stellen? Yes. Dus dat ga ik er ook even afhalen. En vanavond ga ik denk ik kijken naar Flikker Rotterdam. Seizoen 3 gaan ze herhalen. Nou, dat vind ik dan wel weer een keer leuk om te zien. Soms snap ik het bij een tweede keer kijken beter, want ik vind het soms best wel lastig. En er is verder eigenlijk niks. Ik heb nog altijd weekontwinning gisteren opgenomen, maar ik denk dat ik die morgenavond kijk. Want je hebt morgenavond ook niet zo heel erg veel. En ik kijk vanavond die kijkbuiskinderen, dat vind ik wel heel erg leuk. En vanavond kijk ik ook nog Gossip Girl en daarna ga ik weer verder met de serie Lois. Dus dat is de planning. Artikel moet nog geschreven worden, de video moet even in elkaar. Dus nou ja, op zich... ben ik daar wel even zoet mee. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen.
Nou, even lekker relaxen. Mocht je afvragen, waar is die schuine staart gebleven? Nou, ik vond het er niet uitzien, dus ik heb maar weer een andere staart gemaakt. Ik heb echt pluishaar. Ik kreeg nog een tip van Nathalie. Dat was van André Lon. Dat was iets met kokos. Die shampoo met kokos. Ze zei dat ze ook tegen pluishaar. Dus misschien als ik door mijn shampoo heen ben, dat ik die wel een keer ga proberen. Want het is wel echt heel pluizig, hoor. Het is een pluizig bendetje. Maar goed, ik ga jullie dan morgen weer zien. Ik heb er vandaag niet heel veel bij gezet. Maar ik was natuurlijk even druk met de video. En ja, soms heb je van die dagen dat het gewoon minder lukt. Maar goed, tijd om te relaxen. En ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 25 april. Ik ben klaargemaakt. Ik voel me alleen een beetje kaal. Ik heb een beetje het gevoel alsof ik een kerstboom ben zonder de ballen. Hoe komt het? Ik heb mijn oorbellen er weer uit. En ik heb het laatst al een keer verteld. Ik heb de laatste tijd heel snel dat de gaatjes van mijn oorbellen gaan irriteren. Het is eigenlijk alleen dit buitenste gaatje. Ik denk niet dat jullie het heel goed kunnen zien. Ik kan ook niet zien wat ik nu film. Maar er zitten dus hele kleine korstjes komen erop. Zodra ik de oorbellen er dan uithaal, dan komt er ook een soort vocht uit. Wat totaal niet prettig aanvoelt. En daarna komen er dus kleine korstjes op. Maar het jeukt heel erg. Het irriteert heel erg. Ik snap ook niet waar het vandaan komt. Want ik draag altijd zilveren sieraden. Het is echt zilver. Het is geen nikkelvrij of wat dan ook. Ik koop ook eigenlijk bewust al geen sieraden. Zoals bij een kruidvat. Heb ik vroeger wel vaak gedaan. Dan hadden ze ook nog wel eens tijd dat ze echt zilveren ringetjes hadden. Die vond ik ook heel fijn. Maar ik ben natuurlijk overgegaan toen op mijn Shinsy oorbellen. Maar sindsdien heb ik wel meer irritatie. En ik ben iemand die eigenlijk altijd sieraden om heeft. Behalve mijn kettingje, die doe ik af met slapen. Maar ik douche ook met mijn armbanden, met mijn ring, met mijn oorbellen normaal gesproken. Dat is best wel gek dat het nu zo irriteert, omdat ik het vroeger nooit had. De gaatjes zitten er ook echt al super lang. Ik weet niet hoe oud ik was toen ik mijn eerste oorbelgaatjes kreeg. Mijn tweede oorbelgaatjes volgens mij, ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ik was vrij jong hoor, ik was nog kind, maar ik wilde dat zelf ook heel graag. En mijn ouders vonden dat goed. Maar eigenlijk met mijn piercings heb ik helemaal geen last. Want je hoort bijvoorbeeld elke list dat je navel heel erg kan gaan ruiken. Natuurlijk wel een beetje de vraag, heb je een gaatje of een knoopje? Nou, ik heb een gaatje, maar ik heb natuurlijk mijn piercing in zitten. Dus eigenlijk komt daar nooit troep uit. Het ruikt ook nooit raar. En met mijn piercings heb ik eigenlijk nergens last van. Het enige waar ik ooit problemen mee heb gehad, dat is mijn neuspiercing. Die heb ik twee keer moeten laten zetten omdat het de eerste keer niet goed was gegaan. En er kwam een hele bult achter waardoor die piercing er altijd half uithing. Die heb ik toen jaren geleden opnieuw laten zetten. En sindsdien gaat het ook allemaal goed. Dus ik weet niet zo goed waar ik bij die oorbellen vandaan kom. Maar ik vind het niet zo prettig. Maar goed, ik laat ze maar weer eventjes uit. Want dan kunnen mijn oren weer even tot rust komen. Gisteravond heb ik gekeken naar de tv-kantine. Ik zou eigenlijk Flikker Rotterdam gaan kijken, maar dat zonden ze om 9:30 uit. En ik wilde om 9:15 heel graag kijken naar Kijkbuis Kids. Dus ik heb dat even opgenomen. Dan ga ik dat vanavond lekker kijken. Want je hebt vanavond eigenlijk ook niet zo heel veel. Kijk wel even Kou van Holland, maar daarnaast er eigenlijk ook niks meer. Wat ik interessant vind. Dus dat ga ik vanavond kijken. De tv-kantine was wel heel leuk. Want nu hadden ze weer wat meer oude beelden van de beginseizoenen. En dat ben je eigenlijk alweer zo snel vergeten. Dat het leuk was om even terug te zien. De Kijkbuiskids was ook wel heel erg leuk. Ze keken ook naar een programma dat heet Lang Leven de Liefde. Dat is op SBS6. Dat is op een gegeven moment gekomen in plaats van Utopia. Ja, ik heb er nooit naar gekeken. Ik was ook wel een beetje klaar met al dat soort programma's. First Date kijk ik bijvoorbeeld ook nooit naar. Dat is ook zoiets. Maar Lang Leven de Liefde, dan komen twee mensen samen in een huis en dan zitten ze daar een paar dagen. En toen was er dus een wat oudere man en een wat oudere vrouw. En ik moest zo lachen, die kinderen gelijk. Oh, dat is die vieze man. En ja, ze gaan wel gelijk. Ze gaven elkaar heel snel een kus. En nou, dat vonden ze allemaal maar niet kunnen. Dus dat is altijd wel heel erg leuk om te kijken. Om te horen hoe kinderen over dingen denken. Dus dat was leuk. Ik heb Gossip Girl gekeken. Wat ik nog steeds echt super leuk vind. Waarvan ik me nog steeds afvraag, waarom heb ik hier nooit eerder naar gekeken? Maar natuurlijk, ik heb ook nog niet zo heel erg lang Netflix. Ja, ik kijk er denk ik al wel weer. Jawel, ik kijk er wel weer een jaartje heb ik nu al Netflix. Maar ja, ik weet niet. Ik kom nu op heel veel dingen terecht waarvan ik nooit had gedacht dat ik het leuk zou vinden. En het uiteindelijk toch hartstikke leuk vind. Dat was met Klee eigenlijk ook zo. Daarna heb ik Lois gekeken.
Ik zie hier iets heel erg raars. Oh, ik heb het volgens mij nu in mijn hand. Volgens mij is het een beestje. Dat was ook wel weer superleuk. Nou, volgens mij heb ik hem helemaal niet. Ik heb alleen mijn nagels in mijn hand gezet. Dat ligt hier. Nou, ik weet niet. Dat was ook heel spannend. Dat ging nu verder bij de ontvoering van een meisje. Uiteindelijk blijft die vader erachter te zitten. En die heeft wel nare plannen ermee. Maar ik vraag me af of ik aflevering 3 wel heb. Vanavond kijk ik in ieder geval de tweede aflevering daarvan af. Want de afleveringen die duren, zoals ik vorige week vertelde, zo'n 85 minuten. En ja, meestal kijk je zo'n 40 minuten. Dus dat ga ik dan vanavond verder kijken. Maar ik vind dat ook wel echt een mooie serie. Ik vind het ook echt maar jammer dat er maar drie afleveringen zijn. En zoals ik zeg, ik heb het zelfs vermoeden dat ik er zelfs maar 2 heb. Dus daar moet ik nog even naar gaan kijken. Maar dat was leuk. De video heb ik ingepland. Ik heb mijn artikel geschreven. Dus dat was allemaal gewoon goed. Verder gewoon deze avondje. Ik had ook wel lekker gegeten. Maar ik mis nog steeds wel GTS de hele tijd vrijdag, moet ik zeggen. Ik vind het nog steeds wel jammer, maar goed, het is niet anders. Het is buiten nu even een beetje... wat de zin die ik wil maken klopt niet. Het is buiten niet zo zonnig. Tijgertje, wil jij daarmee ophouden alsjeblieft? Nee, Tijgertje is de laatste weken heel erg vervelend. Ze is steeds de andere katten aan het aanvallen. Waar hun zitten, wil zij zitten. Maar dat gaat niet. Weet je, nu zit Mickey boven in het mandje op de krabbouw. En dan hoeft zij dan gewoon niet. Want nu zit Mickey er. Als Mickey er straks uitgaat, mag Tijgertje erin. En ik zet heel vaak 's avonds. Dan ga ik naar bed. En dan pak ik mijn bank weer in met de kleden. Ligt Tijgertje erop te slapen. Leg ik er heel zachtjes, heel lief boven in het mandje. En ze gaat net zo hard weer uit. Dus het is echt gewoon een beetje mevrouw's Willis-wet. En nu zit ze weer aan dat potje te likken. Want ik ook niet snap wat daar lekker aan is. Maar goed, nu ben ik even mijn verhaal kwijt wat ik aan het vertellen was. Oh ja, buiten. Het is buiten niet heel erg zonnig. Het is een beetje bewolkt. Vind ik op zich ook wel lekker. Het is ook wat frisser. Vind ik helemaal niet erg. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel graden het is. Daar wil ik wel even naar kijken. Even kijken hoor. Hoeveel graden leven we vandaag? Het is 13 graden en bewolkt. En morgen is het ook nog bewolkt. En maandag is het weer heel erg zonnig. En dan vanaf dinsdag krijgen we regen. Oh yes, laat dat even doorgaan. Ik heb zo last van die hooikoorts. Ik wil echt eventjes die vieze stof uit de lucht hebben. Vandaag eigenlijk niet heel veel op de planning. Ik ga zo even een wasje aanzetten. Ik ga even wat gereviewde artikelen in de juiste bakjes leggen op de slaapkamer. Waar die weer in de video komen. Ik ga even mijn kwasten wassen en ik ga even bullet journalen. Dus dat is de planning. En uiteraard even stofzuigen. Maar dat vergeet ik altijd te noemen. Omdat dat voor mij zo'n basic item is wat ik gewoon wil. Dus eigenlijk ja, niet heel veel bijzonders. Ik ga er gewoon weer bij zitten voor zover dat lukt vandaag. Maar eerst zomaar eens eventjes de was aan zetten. En even die dingen opruimen. Want ik heb een was. De ton die is nou. Ik zal het jullie even laten zien. Waarom ik het doe weet ik eigenlijk ook niet. Want het is eigenlijk best wel beschermd. Maar dit is de situatie. Dit kan toch niet. Ik moet echt even de was gaan aanzetten. Dus dat ga ik eventjes doen. En ja, ik zet jullie dus straks gewoon bij. Maar eerst maar eventjes wasje aanzetten en stofzuigen en zo. The book.
Zo, opgeruimd. Katten hebben net gegeten. En het leuke was, ik was al een tijdje een stempeltje kwijt. Ik wist maar niet waar ik hem had. En ik was zelfs bang dat hij nog in mijn oude bank zat. Dus voordat mijn oude bank eruit ging, heb ik overal tussen gevoeld. Zit dat stempeltje ertussen? Nou, niet gevonden. Dus ik dacht, ach. Ik baalde er zo van dat ik dat stempeltje kwijt was. Nu echt al een hele tijd, hè. Volgens mij echt al na maanden. En ik trek mijn laadje open en ik hou mijn geodriehoek eruit. Kom niet dat stempeltje tevoorschijn. Je hebt van al die tijd in dat laadje gelegen. Nou, hoe dan? Nou, ik was zo blij dat ik mijn stempeltje terug had. Het is zo echt zo vervelend als je iets kwijt bent. Dat je dan echt gaat twijfelen. Want ik heb zelfs hier het hele huis afgelopen. Ja, misschien hebben de katten ermee gespeeld. Ik kon hem gewoon niet vinden. Maar hier heb ik terug. Ik heb zelfs nog wat administratie gedaan. Eventjes gaatjes ingemaakt en in de map gedaan. Kwasten zijn lekker schoon. En nu ga ik lekker relaxen. Vanavond kijk ik dan sowieso denk ik Hou van Holland en Flikker Rotterdam. Misschien dat ik nog even wat afwas aan de vlog ga doen. Dat weet ik nog niet. Straks eten, douchen en ik kijk sowieso Gossip Girl en Lois verder. Verder niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want mijn batterij die knippert, die is bijna leeg. Dus ik ga jullie nog wel morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dan lekker relaxed. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 26 april. Ik sta even op de bank. Hier mijn tijgertje zit achter me. Vandaag niet echt een planning. Ja, even mijn foto's maken. En misschien eventjes een laar omgooien in mijn make-up bak. Om eventjes de paletten anders neer te zetten. Maar ja, even stofzuigen, dat is het ook wel. Niet heel speciaal in ieder geval. Gisteravond heb ik Hou van Holland gekeken. En daarna heb ik gekeken naar Flikker Rotterdam. Maar ik had eigenlijk gedacht dat ze het seizoen van wat ze eerder dit jaar hebben, vorig jaar hebben uitgezonden, nog een keer zouden uitzenden. Maar het was dus nu weer seizoen 3. Dat had ik al wel verteld. Alleen ik dacht even dat het een ander seizoen was. En dit seizoen kende ik. Heb ik al wel twee keer gezien. Maar ja, goed, er is nu verder toch niet zo heel veel. Dus je gaat toch dingen opzoeken die je leuk vindt. Ik heb Gossip Girl gekeken en daarna Lois. En nu was eindelijk ook de ontknoping van de ontvoering van dat meisje. Vader dood. Niet zo gezellig. Dus dat heb ik gekeken. Ja, alvast even iets aan de vlog gedaan, maar verder niet zo heel veel. Ik heb een beetje kramp in mijn arm, want ik heb niet echt lekker geslapen. Ik heb heel veel gedroomd en op een gegeven moment, waarschijnlijk heb ik in mijn slaap gevoeld dat ik pijn had aan mijn arm. En dat heb ik meegenomen in mijn droom. Alleen in mijn droom was ik denk ik gestoken door een dier. Want mijn arm was heel dik en er stak een soort puntje uit. Dus waarschijnlijk een angel of zo. Hoe ik eraan kom, ik heb echt geen idee. Maar toen werd ik dus wakker en toen voelde ik dus dat ik met mijn arm, dat ik zo lag, met mijn hoofd op mijn arm. Toen denk ik, ja, het is niet zo gek dat je pijn in je arm hebt, want dat ligt nou eenmaal niet zo lekker. En waarom ik zo ben gaan liggen, ja, weet ik niet, want zo ben ik niet in slaap gevallen, dat weet ik wel. Maar ja, dat was een beetje gekkig. Dus ja, het was weer even wat minder. Ik heb nog steeds een beetje last van mijn oren. Die gaatjes, die voel ik nog steeds niet lekker. Ik moet eigenlijk je oorbellen ook weer even goed schoonmaken. En ook even met alcohol weer die gaatjes.
Maar het is vaak zo, als ik mijn oorbellen in een bakje met alcohol leg, dan droogt dat een beetje uit of zo. Dus dat is een beetje vervelend. Gisteren nog even mijn wasje opgehangen, want die had ik gedraaid. Dus dat was wel fijn. Dan moet ik van de week weer eventjes een nieuwe was aanzetten. Mijn teennagels zijn al gedaan. Ik had vrijdagavond al de lak eraf gehaald van mijn vingers. Maar dat wordt nog wel een dingetje om deze een beetje netjes te krijgen. Want ik had het gewoon eerst op mijn tenen gesmeerd. Toen zag ik dat het kleurtje te licht was. Toen heb ik er een color booster onder gedaan. Toen werd hij wel wat meer zichtbaar. Dus ik ben heel benieuwd hoe het mijn vingers gaat uitpakken. Maar dat zullen we vanavond wel zien. Want die ga ik vanavond even doen. Ja, verder heb ik eigenlijk ook niet zo heel veel te vertellen. Ik ga zo even de stofzuiger erbij jagen. Er liggen overal haren. Katten zijn weer flink aan het vechten geweest. En ja, kan je straks wel even laten zien wat ik ga fotograferen. Misschien wel even leuk. Ik denk niet echt dat ik weer ergens bij zit vandaag hoor. Ja, het is zondag. Ik doe niks. Ik heb een lekker makkelijk truitje aan. Ik leef momenteel al in mijn rokje. Die moet eigenlijk wel in de was. Ik ben even mijn broeken zat. En ik zat eventjes Hey Day te spelen. Daar kan ik ook niet echt verder mee. Dus ja, dat is het. Ik ga maar even stofzuigen. En dan zal ik jullie straks even laten zien wat ik ga fotograferen. De dingen die ik ga fotograferen is deze Rimmel foundation eigenlijk. Ik heb hier nog een Crystal Crush eyeliner en twee oogschaduwpaletten van Catrice. Dus dit ga ik fotograferen. Ik heb net eventjes de lades omgegooid van mijn make-up. Dus dat was ook wel mooi. Dus daar ben ik ook wel weer blij mee. Dus ik ga nu maar even foto's maken. Ondertussen heeft mijn Nathalie aan het appen. Dus ik ga dat gewoon eventjes doen nu. Zo, katjes net gegeten. Ik ben klaar. Foto's zijn wel goed gelukt. Ik heb alles al geïmporteerd en de fotospullen weer opgeruimd. Ik heb zelfs nog even gebullet journaled, niet heel lang. Ik heb ook de laadjes die ik netjes wilde hebben, dus netjes, maar dat had ik al verteld. Misschien wel even leuk. Ik kwam heel toevallig gisteren bij een medeblogger een artikel tegen. Die schreef over cursussen die gratis zijn. Maar waar je dus wel een certificaat bij ontvangt, die je dus per mail wel krijgt. Er zaten cursussen bij, ook voor je moestuin. En ik heb iets van fotografie voorbij zien komen. Ik ben er even vlug doorheen gegaan. Ik wil me er later nog eens wat meer in verdiepen. Maar ook talen kun je er leren. Het is dus gratis en je ontvangt dus ook een certificaat. Wat ik wel heel erg leuk vind. Ik zie even iets liggen wat ik moet verwijderen. Dus ik vind dat fotografie wel interessant. Dus ik wil me daar eens even in verdiepen. En misschien wel zoiets gaan doen. Vanavond heb ik eigenlijk ook niet echt heel veel plannen. Ik moet even de foto's bewerken. Dat wel. Er ligt hier iets. Dat moet ik even weghalen. En daarna ga ik... ik ga sowieso Gossip Girl kijken. En Rex vanavond weer. En ik denk nog aan Bevallen met Bobby. Want die heb ik nog staan. En heel misschien, dat weet ik wel zeker. Ik ga weer kijken naar zo'n nieuw programma. Ja, het is al heel vaak op tv geweest. Mensen zijn net dieren of zo heet dat. Ik had het wel leuk. En dus nu met Jeroen van Koningsbrugge er ook bij is. Dat vond ik wel leuk. Ik vond het nog het leukste toen Philip Geubels erin zat. Die doet het niet meer, maar dat is een nieuw seizoen. Dat ga ik sowieso kijken. Ja, gewoon eventjes eigenlijk bezig. Ik ga sowieso mijn nagels even doen. Ik heb eigenlijk ook niet echt een film meer staan die ik nog kan gaan kijken. Dus ik, ja, het is gewoon een beetje overbruggen. Je hebt wel weet ik veel, maar dat is dus herhaling en daar heb ik geen zin in. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Straks even lekker douchen en eten. En dan ga ik daarna ook lekker de bank op. En vanavond gewoon mijn dingetjes doen, maar verder niet heel veel bijzondere dingen. Ik zie jullie dan in ieder geval morgen weer. Want het was vandaag een saaie vlogdag. Maar het is zondag, dus dat kan. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 27 april. Het is Koningsdag, oftewel dit jaar Woningsdag. Ik ben wel klaargemaakt, maar ik voel me toch wat
dipperiger worden met de dagen. Ja, toch ook wel natuurlijk ja, met die corona en zo. Dat ja, ik zei natuurlijk in het begin ook wel, mijn leven verandert niet echt. Omdat ik dit leven al wel gewend was en dat is nog steeds zo. Maar je spreekt minder mensen. Nou, je ziet mensen natuurlijk al bijna niet. Ik vind het wel gewoon jammer hoe sommige dingen lopen nu. En dan schrik ik ook wel, want dan kijk ik gisteren naar het nieuws en dan zie ik toch dat zaterdag heel veel mensen toch wel de stad in zijn gegaan. En dan begrijp ik niet zo goed waarom er nog zoveel mensen toch op straat gaan, terwijl het eigenlijk niet mag. En dat vind ik wel lastig. Maar ja, goed, het is zoals het is. Je doet er niet zo heel veel aan. Ik hoop alleen dat mensen toch verstandig zijn en toch wat meer binnen gaan blijven. Het scheelt ook wel dat het vandaag eigenlijk de laatste mooie dag is en dat er vanaf morgen regen voorspeld is. Ik vind het zelf heel fijn voor de hooikoorts. Ja, ik hoop dat ik dan ook wat minder snotterig word. En gewoon dat er eventjes de stof in de lucht even weggeblazen wordt. Maar ik begin het wat moeilijker te krijgen nu met alles rondom de corona en zo. En misschien slaat het nergens op. Maar ik voel nu wel dat het me ook wel een beetje in zijn greep krijgt. Dus ja, dat. Gisteravond heb ik gekeken naar de aflevering van Bevallen met Bobby. En daarna heb ik Het zijn net mensen gekeken. Dat was trouwens wel opgenomen in de coronatijd. Want je hebt twee vaste teamcaptains. En die hebben een gast. En daar zat al een doorzichtig scherm tussen. En ook tussen Humberto en de boswachter zat een scherm. Dus dat was echt in de coronatijd nog opgenomen. Waardoor ze dus ook wel mooi om te zien hoe ze dat zoiets kunnen oplossen door er een scherm tussen te zetten. Ik heb mijn nagels gedaan. Het is dit kleurtje. Hij ziet er zo op camera best wel mooi uit. Ik had er heel veel moeite mee. Het is het kleurtje van Rimmel. Dit is de 021 New Romantic. Het is dit kleurtje. Op zich is die heel mooi, maar hij dekt niet zonder witte onderlaag. Ik heb er dus deze Color Booster van Essence onder gebruikt. En dan dekt hij op zich wel, maar ik vind hem niet op alle plekken heel mooi. Zoals hier zie je best wel wat licht doorheen komen. Ja, ik vind dit niet echt het allerbeste kleurtje die ik ooit gehad heb. Ik hou toch wel van wat meer dekkendere nagellak. Omdat ik het best wel een gedoe vind met zo'n witte laag eronder. Het duurt heel lang voordat het droog is. En inderdaad, het maakt de kleur echt wel intensiever. Zonder de witte laag zouden mijn nagels er doorzichtig doorheen komen. Zou je gewoon mijn nagels er nog doorheen zien. Dat is nu natuurlijk niet. Maar ik vond het best wel veel werk. Het zou niet een kleurtje zijn wat ik heel snel weer zou aanbrengen. Want ik was er gewoon lang mee bezig. En dan ben je dat sowieso wel met nagels lakken. Maar het lijkt wel dat dit 10 keer zo lang duurde. Ik heb Gossip Girl gekeken en Rex. Dat was mijn avond. Ik ga zometeen even stofzuigen. Daarna ga ik eerst de video voor jullie opnemen. Want de rest van de week gaat dat niet lukken. Omdat ik druk ben met de schoonmaak in huis. Dus dat ga ik zometeen maar even doen. En ik denk daarna nog even wat bullet journalen. Ik vind het is ook geen speciale dag. Ik zie wel vlaggen buiten hangen. Maar ik heb verder geen planning. Ik heb wel een wat oranjere ooglook aangebracht. Meer, ik weet niet of jullie het zien. Ik kan natuurlijk als ik mijn ogen dicht doe niet zien wat ik film. En zonder bril zie ik het een beetje. Dus ja, we gaan wel even zien. Het is verder geen speciale dag. En het is ook prima. Koningsdag. Ja, het is verder niet speciaal. Dus ik ga even stofzuigen. Dan ga ik eerst even een video opnemen. En daarna maar eventjes bullet journalen. Ik heb net even de video opgenomen. Ging eigenlijk vrij vlot voor mijn doel, moet ik zeggen. Ik zal even wat spullen terugstoppen. Sommige spullen kan ik wel gelijk opruimen, sommige niet. Maar er wordt hier van alles weer gelikt. Het is pas 4:30, 4:30. Dus ik heb het echt wel heel snel kunnen doen. Dat is ook wel fijn. Ik ga zo even de camera spullen opruimen. En dan ga ik daarna maar eventjes bullet journalen. Trouwens straks nog eventjes gebeld met mijn coach. En die zei ook al van je klinkt ook inderdaad altijd wel wat meer down als de laatste tijd dat ik sprak. Nou ja, zo voel ik me ook. Dus ja, dat is verder niet heel bijzonder. Ik weet eigenlijk niet eens waar ik mijn telefoon heb gelaten. Oh, die ligt daar op tafel. Dus ik ga dit eventjes opruimen en dan
ga ik jullie zo even bijzetten met bullet journalen. Dus verder hebben we niet zo heel veel te doen in het tijger. Tijgertjes zijn alles aan het likken, echt super irritant. Het is echt weer zo'n fase dat ze alles gaat likken en de andere pesten. Dus ik ga dit gewoon even gauw opruimen. Ik heb weer even opgeruimd. Katten hebben net hun eten gehad, dus die zijn ook weer blij. Even lekker bezig geweest, maar ja, het gevoel gaat er niet uit dat je je niet fijn voelt. Dus dat zal ik nog wel even houden. Vanavond, ik moet even nog wat foto's bewerken. De blogpost schrijven, ik moet eigenlijk nog een artikel inplannen voor morgen. Dat is een persbericht. Misschien nog wat aan de vlog doen, maar dan moet ik even kijken. Je hebt vanavond gelukkig weer goede tijden. En ik kijk weer naar Chateau Meiland. Een Brits Gouden Ouwe. Rex en Cosy Curl. En ja, eigenlijk gewoon een basic avondje. Omdat ik gewoon eventjes de dingetjes wil doen die ik normaal ook doe. Dus eigenlijk niet heel erg interessant. Ik heb wel vlees uitgehaald, maar ik weet niet of het dooi wordt. Dus ik hoop het wel. Zodat ik heel erg te twijfelen of ik iets wilde gaan bestellen of dat ik gewoon ging koken. Ik ben er geloof ik nog steeds niet helemaal uit. Maar ja, ik denk dat ik moet er gewoon nog even over nadenken. Ik weet überhaupt niet of er iets open is. Ja, misschien ga ik wel gewoon lekker koken. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want mijn humeur is gewoon vandaag niet op en top. En is voor jullie ook niet gezellig. En gelukkig haal ik nog wel mijn energie uit het vlog. Omdat ik toch een soort van mijn verhaal aan jullie kwijt kan. Omdat ik eigenlijk weinig mensen spreek. Ja, dat mis ik wel een beetje. Maar ja, het is niet anders. Ik zie jullie in ieder geval morgen weer. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 28 april. Ik ben klaargemaakt. Het is buiten wel wat bewolkt. Er is nog geen regen. Ik weet niet of het al geregend heeft. Mijn balkon lijkt wel vochtig. Maar wie weet dat het nog komt. Ik weet ook eigenlijk niet wat de weerapp nu zegt. Even kijken. Wat zegt de weerapp? Nou, vanaf 3 uur zou het gaan regenen. Nou, laten we het afwachten. Ik heb gisteravond alsnog eten moeten bestellen. Want ik had dus mijn vlees veel te laat uit de vriezer gehaald. Waardoor ik nu het niet meer dooi kreeg. Toen heb ik maar eten besteld. Alleen het nadeel van eten bestellen sinds ik hier woon is dat ze in deze woonplaats is er geen enkel restaurant die eten bezorgt. Vandaar dat ik het uit een andere plaats moet laten komen. En ik had het om 6:30 besteld. En ik bestel nooit echt super moeilijke dingen. Het is altijd best wel makkelijk. Het duurde dus, ik had het om 6:30 besteld, het zou om 7:30 bezorgd worden. Dus ik dacht om 6:30, nou dan kan ik mooi even gaan douchen en zo. Alleen het kwam uiteindelijk pas 7:10. Dus het duurt al echt 1,5 uur. En dat is op zich dan wel vervelend. Op een gegeven moment heb je wel trek, zeg maar.
Ik weet ook niet of dat dit nu kwam door Koningsdag. Ik heb zelf het idee van niet, want het duurt eigenlijk altijd lang. Als ik eten bestel, ik heb nooit gehad dat ze binnen 45 minuten bezorgden. Maar ja, dat is gewoon vervelend. En hier zit het meeste ook dicht. Er is wel één snackbarretje die nu soms open is. En de ene dag is het voor ijs en de andere dag echt voor eten. Soms is het een combinatie van, maar dat heeft wel vooral met het mooie weer te maken. De snackbar waar ik zelf het liefste kom, is sowieso gesloten. Ook niet open voor de afhaal. En ja, ik kan natuurlijk het ook zelf niet ophalen. Dus die optie valt sowieso af. Maar goed, dat heb ik dus gedaan. Ik heb naar de Meilandjes gekeken. En daarna heb ik gekeken naar Brits Gouden Ouwe. Dat was nu de laatste. Omdat ze de opnames niet hebben kunnen afmaken in verband met corona. Ik heb Kossipil gekeken en Rex. Ik heb alleen een beetje... Ik lag in bed en ik heb een beetje last van mijn enkel. Dat komt. Ik zal het je laten zien. Kijk, ik heb hier een plekje. En dat is een beetje mijn eigen schuld. Ik heb zondag heb ik mijn benen geschoren. Ik had een heel nieuw scheermesje die heel scherp was. Na het lisseil waren scheer je enkels. Nou, ik ben er per ongeluk langs gekomen, niet bewust. Maar omdat dat scheermes dus zo scherp was, heb ik me opengehaald. En het bloedde heel erg. En ik hoopte onder de douche al dat het een beetje weg zou spoelen. Nou, het werkt natuurlijk alleen maar erger. Want ja, bloed vermengd met water wordt alleen maar meer. Mijn pleisters liggen in de keuken. Dus ik voelde ook dat het heel erg zeer deed. Dus nou ja, ik was klaar met douchen. Nou ja, dan ga ik eerst aankleden. Want ik ga niet zonder kleren door mijn woonkamer lopen. Want iedereen zou het kunnen zien om het pleister te pakken. Dus ik heb er een toiletpapiertje tegen aangelegd. Mijn hele enkelbandje zat eronder. Toen heb ik me aangekleed. Toen heb ik een pleister opgeplakt. Maar ik heb niet echt hele fijne pleisters. Want die laten dus los. Die hebben wel zo'n afstotend laagje. Maar het zijn ook de goedkoopste pleisters uit de supermarkt hoor. Maar die laten dus tijdens het douchen los. Dus dat was ook gebeurd. En nu zit het dus... Het wordt nu wel een mooi kostje. Maar het was dus gisteravond heel erg aan het jeuken. Waardoor je dus echt zoiets had van afblijven, afblijven. Je wilt niet weer openhalen. Maar dat was een beetje vervelend. En toen ik onder de douche stond, deed het ook nog heel veel pijn. En toen ik gek genoeg de pleister op had geplakt, voelde ik de pijn helemaal niet meer. Maar het is wel iets wat tussen mijn oren zit, want de pleister verhelpt de pijn niet. Nu ga ik de kattenbak maar even doen, de douche en de gang. Ik denk dat je hier bij de douche wel bij zit. Ja, misschien bij de gang, maar dat weet ik nog niet. Ik ga eventjes een wasje in de machine gooien, want mijn beddengoed moet weer gewassen worden, want dan kan ik vrijdag mijn bed verschonen. Ik denk dat deze was die hier hangt ook wel bijna droog is. Dus ga ik dat maar eventjes doen en ik zet jullie er zoveel mogelijk bij, zover dat lukt vandaag. Zo, alles klaar. Het loopnet is wel weer iets erger geworden, want de regen heeft nog niet heel erg doorgezet. Ik heb echt een foto gemaakt van tijger. Ik ga jullie proberen om het te laten zien. Maar ik weet niet of jullie het kunnen zien. Mocht het niet zichtbaar zijn, dat zie ik met editen, zal ik hem even in beeld plaatsen. Tijgertje deed dus letterlijk dit. Die ligt in de kattenbak te rollen. Ik
Ik had de kattenbak op dat moment net verschoond en ze ging erop zitten, maar hij stond dus nog niet in, in het hok. Zo noem ik het maar even. En ze ging erop zitten. Dus ik dacht, nou, misschien gaat ze alvast de behoefte doen. Ja, dat kan. Nou, dat deed ze dus niet. Ze ging gewoon in die bak liggen rollen. Dat ik echt dacht van, ligt dit lekker? Je hebt zoveel lekkere lichtplekjes en jij gaat in een kattenbak liggen rollen. Hoe dan? Op een gegeven moment ging ze er wel weer uit. Volgens mij heeft ze ook wel eventjes nog daarna een behoefte gedaan. Maar toen had ik dus... mijn kattenbak die heeft zo'n plaat die je erop kan leggen. Die had ik inmiddels ook afgedrapt en erop gelegd. Had ik hem terug helemaal in de huls geschoven. Toen ging Mickey erop. Toen dacht ik, oké, nu is het klaar. Nu gaat ze sowieso niet meer rollen, want nu is die al gebruikt. Maar ik vond het wel even heel erg gek. Ze hebben nu net lekker gegeten. Ik ben nu lekker klaar met alles. Ik ben wel moe, want het is altijd wel wat meer werk. Maar het is, ik ben ook wel weer heel blij als het gebeurd is. Maar als je je wat minder lekker in je vel voelt, kun je je wat minder goed concentreren. Althans, dat heb ik. En dan duurt alles gewoon wat langer. Maar goed, ik heb het nu klaar. Vanavond wil ik eigenlijk nog kijken of ik de vlog al verder af kan maken. Maar ik weet niet of dat lukt. Straks douchen, eten. En vanavond kijk ik Bevallen met Bobby. En daarna kijk ik de Datables en sowieso Gossip Girl en Rex. Ik moet nog wat foto's bewerken. Dus op zich is het een vrij basic avondje. Niet heel bijzonder. Ik ga bij deze dan ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het toch leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Je kan erop het knopje met mijn gezicht te drukken, het rondje, maar ook op mijn kanaal zelf. En daar kun je het belletje aan zetten. Dan krijg je melding zodra een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doei!